Nou, we zijn dus bezig met het maken van een insecthotel. En ja, waarom nu een insecthotel? Ik ben eigenlijk niet zo gek op die kriebelende beestjes. Maar toch zijn ze heel belangrijk. En vooral hè, als voedsel voor de vogeltjes en voor de verstuiving. En tegenwoordig, mensen bouwen overal tuinen met tegels. Lekker makkelijk. Maar ja, dan komen er geen insecten meer. En die hebben we zo hard nodig. En we hebben dus geprobeerd om een mooi insectenhotel te maken voor het Novarus. En ik heb hem in elkaar gezet en het is eigenlijk best wel makkelijk. En je kan er alle materialen die je gewoon in het bos vindt of in de tuin vindt, of kan je ervoor gebruiken. En er zijn wel wat regeltjes waar je je aan moet houden. Maar dat is dat je de verticale spleetjes hebt. En voor de vlindertjes en de horizontale voor de lieveheersbeestjes. En voor de bijtjes hebben we bamboestokjes. En dan moet de achterkant wel dicht zijn, want anders komen ze er niet in. Dus het is wel belangrijk dat er wat regeltjes zijn. Want ja, het is ook jammer als je dan zo'n mooi insecthotel gebouwd hebt en er komt geen insect op af. Dat schiet niet op natuurlijk. Een van de dingen die we gaan doen binnenkort is op de dag van de duurzaamheid, dat is 10 oktober, gaan we nestkastjes maken in de Windmolenbroek. Het belang van nestkastjes, hoef ik eigenlijk niet toe te lichten. Iedereen weet dat het handig is als je nestkastjes in de buurt hangt van bomen waar de eikenprocessierups zit. Dan kunnen de vogels de rupsjes opeten. Maar nestkasten zijn overal belangrijk. Dus hoe meer nestkasten er zijn in de Windmolenbroek, hoe meer mensen een kastje ophangen, hoe beter het is. Nou, we hebben het deze tuin ecologisch aangelegd. Dat wil zeggen voor inheemse planten. Ook omdat we een voorbeeldfunctie willen hebben voor de buurt. Dat mensen dat ook over kunnen nemen. Maar we hebben eigenlijk alles wat het Novarus betreft hebben duurzaam opgezet. En we hebben daar voor de tuinderleg subsidie gekregen van de provincie Overijssel, van de gemeente Almelo. Die heeft grondwerk gedaan en ingezaaid. En de Rabobank heeft een bijdrage geleverd en de Twentse Nobos. We hebben zelf nog een kleine bijdrage bijgelegd. Daar hebben we dus de tuin voor kunnen aanleggen. Maar we zijn nu bezig met een insectenhotel om de insecten die hier rondzwermen en fladderen, om die daar te huisvesten. Nou, we doen een oproep aan de kinderen uit Windmolenbroek in de leeftijd van 8 tot 14 jaar om op 10 augustus van 10 tot 2 hier in het Novarus met elkaar insecthotels te maken onder begeleiding van onze vrijwilligers.